Dit is het nieuws van de dag. Goedemorgen, dit is het KGJP-journaal. We zijn dit weekend op een clubhuis met bevers. En het is onwijs gezellig. We gaan allemaal leuke dingen doen. Het is hartstikke gezellig. We hebben perfect weer. En ja, ik heb nu al een paar maskers liggen. Ja. En mijn nieuwsreporter, Quinta, die heeft ook nog een verhaaltje. En dit is Quinta, live vanuit het speeltuintje voor Sophie de Huis. We zitten hier hartstikke gezellig. Daar zijn de bevers, lekker aan het spelen. Het is een hele mooie dag met hartstikke mooi weer. En nu gaan we weer terug naar de bel. Nou, hartelijk bedankt Quinta voor deze leuke informatie. Wat we toch hebben meegemaakt, hier is nieuw nieuws van vandaag. Nou, wat we dus hebben meegemaakt, zo, echt een heel grappig verhaal. We gingen een lekker ijsje eten die bij hebben gehaald. We zaten daar op het gras en toen we ons ijsje op hadden, gingen we naar het speeltuintje voor Sophie naar huis lopen. Wat Quinta dus net zei. Onderweg naar het speeltuintje vonden we opeens een rode tas aan een hek hangend. Wij denken, nou weet je, die laten we eerst wel hangen. Maar toen dachten we, nou we brengen het wel naar de politie. Straks wordt hij door iemand anders meegenomen en dat kan natuurlijk niet. Dus wij eerst op dat leuke veldje gespeeld. En daarna gingen we langs het politiebureau. Wat het verhaal nou was, we liepen naar het politiebureau en er kwam opeens een man aanrijden. Die dus verschrikkelijk veel op het pasje leek die we in de tas hadden gezien. Wat was het nou? Het was die meneer waar die tas van was. Nou, het was zo'n toeval. Ja, hier hebben we dan een hele leuke foto van die meneer. Ik heb hier nog een tweede liveverslag en dat is van Sophie. Een spannende race tussen wij de bevers. En dit bevers team had al bijna. En die ook. Allebei. Helemaal geweldig. Dank je Sophie voor deze spannende race. Die de eerste puzzel in elkaar heeft gezet. Geweldig echt. Het was een spanning. Wow, dat wil je niet weten. Maar nu heb ik dus nog een lijfverslag van Ezra. Die, ja, de kindjes gaat passen. En nou gaan de kinderen naar met naar een geweldig kampvuur. Eerst even het gezicht poetsen, tanden poetsen. En dan leg je petje in pyjamaatje aan. Helemaal goed. Want de gezichtjes moeten natuurlijk gewassen worden. Ja, want er zitten nogal wat tijgerstrepen op. Ik ga even de gezichtjes poetsen later. Ezra, jij ook hartstikke bedankt voor dit geweldige lijfverslag. Nou, ik hoop dat jullie het ontzettend leuk hebben gehad dit weekend. Ik vond het echt geweldig. Ik vond de puzzelrace geweldig. Ik vond het kampvuur geweldig. Ik vond het spelen voor Sophie's huis geweldig. In één woord, het was super. Heel erg bedankt. Jullie hebben hopelijk ook genoten. En tot de volgende keer vanuit Scouting KGJP de Win. In één woord, het was super. Je hebt het of niet? Hakuna Matata. Het is maar hoe je het ziet. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Hakuna Matata, ach je hebt het of niet. Hakuna Matata, het is maar hoe je het ziet. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Ja, allee, zing maar jong. Het is een theorie. Ken ik geen gevaar? Wel, ik heb nog nooit een vorst gezien met zo erg weinig haar. Mijn manen worden reuze lang, met hier en daar een krul. Ik voel mij trots en arrogant en werk aan mijn gebrul. Toch moet je nog wat doen aan je stem. Wacht maar af totdat ik koning ben. Je hebt nog een lange weg te gaan, jongeman, als jij denkt. Niemand zegt doe dit. En als ik dat zeg, niemand dan. Niemand zegt geef hier. Wat ik bedoel is. Niemand zegt laat dat. Kijk, je beseft gewoon niemand niet. Niemand zegt kom hier. Nee, kom hier. Ah. Doe gewoon wat ik graag wil. Oh, daar is geen sprake van. Dat is nu net het verschil.
wordt hoog tijd dat ik met jou een hartig woordje spreek. Als ik koning